Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom op een nieuwe aflevering van Sea of Thieves. Wij gaan in deze aflevering het verhaal van Wanda gaan onderzoeken. Ik weet niet wat het verhaal inhoudt, ik weet alleen dat we naar de Golden Sands Outpost moeten gaan. Golden Sands Outpost is iets voor ons daar. Laten we gewoon even naar de taverne gaan. We zullen daar wat informatie proberen in te winnen. Of een van die andere personen dat daar rondlopen. En we zullen zien of we daar iets terugvinden. Hè? Het verhaal van Wanda heeft iets te maken met de Cursed Sails. Het heeft eigenlijk een beetje achtergrondinformatie waarom dat dit ontstaan is, de Cursed Sails. Dus dat lijkt me wel eens zeer interessant om te doen. Dus laten we dat gewoon eens doen en zien wat de inhoud van het verhaal eigenlijk is. Oké, nu zijn we hier op de Golden Sands Outpost. Maar de vraag is natuurlijk... Dat ga ik wel nog meepakken. De zeeën zijn wel gevaarlijk tegenwoordig, dus... Ik vind de Brigantine-schip, dat is het nieuwe soort schip dat we hebben, wel heel mooi. Het is veel makkelijker te manoeuvreren dan ja, het galioen. En je kan dit schip ook gerust met één persoon besturen, maar het is eigenlijk meer bedoeld als voor twee of drie personen. Is het taverne? Hallo? Is hier iemand? Duke. Open sea. What's new around here, Duke? Well, there's good news for folks who feel let's force the crowd. Shipwreck have been creating brigantine ships. Made from the crew of three isn't the magic number, I'm told. Okay, dus dat weten we dan ook weer. Dat is de brigantine. I'm looking for seeing how fast they go. It's a new way to poke your nose into the nooks and crannies of Sea of Thieves. And they might help crack teams of pirates get the drop of these scally ships. Okay, dat is misschien wel een goed vooruitzicht. What's going on with these banners? We've been called out. It seems a skeleton ship calling herself Warsmith has united crews of skellies against the outposts. Have a look and you'll see where I intend to do battle. Good luck to you. As for the bilgeheads, we're itching to know what's all cost is. Something's not right. Even I've never seen skeletons amass like this, but I heard the shipwright at Golden Sands knows something about it. Ah. Golden Sands. The shipwright. We zijn hier op de Golden Sands Outpost, dus dat moet dus gewoon hier zijn. De shipwright. Hier kunnen we niet binnen. Hallo? Nee, dat is dat ook niet. Oké, waar kan ik de shipwright vinden? Is dat maar gesloten? Hoe komt hij nu? Oh, die zitten hier gewoon. Oh, skeletten. Ja. Zie je de shipwright? Ik denk het wel. Hallo. Wanda. Ah, ik dacht dat ik op zoek was naar Wanda. Dat is misschien familie van ofzo. Hey, weapons for sale. Don't mind the mess. What am I even doing here? Ah, hier. What happened to Wanda? My ugly sister Wanda has swum off somewhere, leaving me to watch her shop. Okay, dus dat is haar zus. I wouldn't mind, but it's not safe out here with the skeletons on the warpath. Ja, dat kan ik begrijpen. Plus, she's left in a right state. Have you seen... Ja, ik heb haar eigenlijk toch nog niet gezien. Ik ben eigenlijk ook op zoek naar haar, hoor. I'll show her want a cheeky discount. Ja, waarom niet? En wie ben jij dan? We don't know. Our parents were simple folk, okay? People tell us we're twins, but I got the looks. Well, niet slecht, niet slecht. Wanda got a stick up her... Okay. Aft, okay. I've learned the family trade too. I can smith a mean pistol, but my passion lies in the art of fighting. See, it isn't the weapon that makes the warrior, it's the skill.
I could kill you with half a dead fish, but not today. Oddly, she has a lot of cannonballs lying around. Might shoot a few of them at her skelly attackers. Ah. Yeah, that's right. This is a beautiful place. None of us want to see it become a graveyard. Eh, begrijpbaar. Oké, zijn er dan goede wapens? Oké, dat zijn allemaal skins, hè? Misschien later wel een keer. Smash some skellies for me. Oké. Te veel vloeken, hè? Anderzijds. Hey, wat is dat? Inspect note. This store note mentions a meeting with someone called Salty. And a way to make our fortune. Salty is niet de eerste keer dat ik die naam heb gehoord. Oké. Dat is wel een clue eigenlijk. Zijn hier nog clues? Serieus? Hey, wat is dat? Inspect pendant. This is meant to protect a wearer from curses, but it has been discarded. Oké. Dus dat wil zeggen dat de persoon dat aan had, normaal gezien geen curse wil hebben. Of dat hij een curse heeft opgevat en ze toch wil hebben. Dat is nog een goede vraag. Alleszins. Oké. Ik zie toch niet direct iets speciaals. Hier buiten misschien? Nee, dat is bizar. Zijn voetafdrukken interessant? Maar zien we toch geen voetafdrukken? We zullen eens volgen, hè? Die leiden naar het water toe. Hey. Je kunt dat gewoon aanduiden, dus ik ben toch op de juiste richting bezig, oké. There are footprints here. Skeletal footprints. Worrying. Ah, dat lijkt wel inderdaad op skeletvorm en niet op gewoon voeten. It seemed they left on a ship. Secret of Wanda's treasury. Oké. Oké, ik ben dus echt wel het verhaal en al op het spoor gekomen. Oké, dat is goed. Alleen is de vraag... Waar naartoe eigenlijk? Op een schip. Maar naar waar? Ze leiden die kant op. Er is een eiland in die richting. West bij Noordwest. Als we eens met het schip tot daar gaan, hè? Hé, hey, hij passeert in een sloep. Oké, zie dat ik mijn schip hier niet kwijtgeraak. Dus west bij noordwest. Ik stel voor dat we gewoon eens even tot daar gaan. Wie weet, vinden we daar gewoon ietsje? Oké, maar we hebben wel al wat clues gevonden. En daar ben ik wel heel tevreden mee. Want wie weet, had ik hier gewoon niks gevonden? We zullen nog even een keer een grog drinken, hè. Hallo. What's your pleasure? See you next time. Dank u wel. Ah, voilà. Oké, dan moeten we west bij noordwest gaan. Ik heb eigenlijk niet echt een idee of het wel die richting uit is, maar... soms moeten we gewoon uw neus volgen en mijn neus wees in die richting. En bizar genoeg gaat daar nog een ander schip naartoe. Oké, dus ik ben niet de enige dan aan het daartoe gaat. Dus we zijn wel bezig met een live evenement. Dus dat wil zeggen dat er waarschijnlijk nog mensen die richting aan het opgaan zijn. Ik hoop wel dat dat sloepje niet vijandig is hoor. Dat zou wel jammer zijn. Misschien moet ik de alliantievlag bovenaan even laten wapperen. Dan weten ze dat ik niet vijandig ben. Oké, en dan kan ik altijd een alliantie proberen aanvragen. Wie weet werkt dat. Dat is ook een nieuw feature dat hierin steekt. Je kan allianties aangaan. En dan kun je op de kaart zien waar die andere boten bevinden. Je kan eventueel ook quests delen. Dus dat lijkt me allemaal wel zeer leuk om te doen. Dus ik heb nu de vlag omhoog hangen, daar van boven, waarbij dat we een alliantie aanvragen. Ik weet, werkt dat? Dus we moeten jammer genoeg op hetzelfde eiland zijn als zij. Ik weet niet of ik iets ga terugvinden. Hè. Het is toch de moeite om hier eens te komen kijken. Anders ben ik letterlijk op een dood spoor geland. Maar
Ja, ik vermoed dat het hier toch wel ergens gaat zijn, dus we zullen zien. Ze hebben ook een alliantie aangaan. Oké, dat is super. Dat wil zeggen dat ik hier even ga voor anker gaan. Hoi, en ik ben op het strand gelopen. Waarom ook niet? Oké. Laten we eens zien of we iets kunnen terugvinden op dit eiland. Hey. Wat is dat? En een dode papegaai. Salty! Ja, daar was ik nog naar op zoek. Chap, chap. Squawk, what are you looking at? Are you salty? Are you salty at Squawk? Ah, dat is inderdaad zijn naam. What's going on? Thinking getting harder as time goes on. I can't help it but be more parrot. Something bad happened to me, to Salty. Help me hang on that memory, I'm losing my mind. Oh. Where is Wanda? Ah, ze is ook op zoek naar Wanda. Hoe kan ik u helpen, ja? Get me a cracker, oké. Was het always an undead parrot? Oké, we waren dat dan vroeger wel. Me and Wanda, we had a plan. We talked about it on Mermaid's Hideaway. Oké, daar is een naam dat ik wel ga moeten onthouden. And I remember being on an island, big island near Plunder Outpost. Yes, we're going to be rich. So foggy, seems a lifetime ago. Wanda had a hidden place of her own between two outposts. Okay. Who's a pretty boy then? Ja, waar ik ooit een persoon root, I'm still a person. I don't win arm wrestling contest anymore. I was a shopkeeper, I think, but I was changed to something dark and old. Now I'm a skeleton and a parrot. Spirit has kissed. Squawk, shove off then. Okay. Uh-oh. Dory. Durfde mij onderbreken. Ik was wel met die papegaai aan het praten, hè. Ah, hier is ze. Oké, okay, even recapituleren. Ik heb hier gezien dat bij zijn uitleg staat Mermaid's Hideaway, a big island near Plunder Outpost. Oké, en dan ook nog een keer between two outposts. Dus er zijn drie locaties dat we eigenlijk moeten zoeken. Dus laten we dat even opzoeken. Oké, laten we op de kaart eens even kijken. Dus we zijn naar Crescent Island gegaan, blijkbaar. Er waren een aantal eilanden waar wij naartoe moesten gaan. Hier, Mermaid's Hideaway. Dat was één eiland. Het tweede stond erop. A big island near Plunder Outpost. Dus ik stel voor dat we eens even kijken waar Plunder Outpost is. Plunder Outpost is hier. En het enigste grote eiland hier rondom is Thieves Haven. En dan was er nog tussen twee outposten een eiland ergens. Ergens twee outposten. Ah, hier ja. En dan de Sunken Grove. Ik denk, als we die drie locaties aandoen, denk ik dat we gaan vinden wat dat we op zoek zijn. Ten eerste is het Mermaid's Hideaway. Ten tweede is Thieves Haven. En ten derde is Sunken Grove. Wel, van die twee laatste ben ik niet 100% zeker. De Sunken Grove helemaal niet. Maar laten we gewoon ze in die volgorde even gaan bezoeken. Dus het eerste dat we gaan doen is naar het zuiden toe varen.
Oké, we komen al in de buurt van het eerste eiland, Mermaid's Hideaway. Het is het eilandje hier aan de linkerkant. Dus laten we gewoon even naar daar gaan varen en zien of we daar iets kunnen vinden. Oké, nu moet ik ergens op dit eiland op zoek gaan naar iets. Ik stel voor dat ik hier maar gewoon alles even goed afzoek. Gunpowder barrel. Dat ik straks eens meepakken. Dan een boek. Ik heb dat gevonden. Read the tale of the rubbish sailor. Oké. Searching for loot. Oké, blijkbaar wordt dat dus beschermd door deze skeletenpiraten. Snap, als ik die een boek begon te lezen, kwamen er direct al skeletenpiraten. Dus zeg dat ik op de goede plaats ben, hoor. Searching for loot, we crew, one day. Through me eyeglass something glint, found a treasure chest the very best. We knew it would make us minted. Coins of gold were ours to share, but me wanted more. Stolen from me crew, just an extra few. They knocked me to the floor. The brig, lock 'em up, they said. The brig, left me there for dead. Head 'em back to port with our plunder. We was boarded by a rival. There was 3 sheets neat. We fought for our survival. Our crew was brave apart from me. I hid in a balcony smoking. They weren't best pleased. Me arms were seized. Yet for it, we ain't choking. This tale of the rubbish sailor. Oké, we hebben dus op dit eiland al de eerste journal gevonden. Nu moeten we nog naar de 2 andere eilanden gaan. Dus ik ga terug naar mijn schip gaan en zien of we de 2 andere nog kunnen vinden. Oké, het tweede eiland is naar het zuidoosten, Thieves Haven. Dat is wel een redelijk groot eiland, dus dat gaat wel een eindje duren dat we dat vinden. Want hier was het eigenlijk heel gemakkelijk te vinden. Het lag gewoon op het strand, de journal. Allee, weer al. Doe een keer maken dat je weg bent. Stalker. Ik denk dat hij geen vriendjes heeft om mee te spelen, dus. Maar ik ben niet zo stom om erop te schieten, hè, want. Nou, ik zou kunnen looten, maar. Niet met DNA in de buurt, ze. Ja, hij zit nog naar mij te kijken, hè. Het verdorie. Ik zie dat ik niet opvaar, ze, want. Waar is het, jongen? Ik zeg eens gewoon apke, ze. Kom, hup, wegwezen. Die naai, die gaat mij gans die tocht hier blijven achtervolgen ofzo. Misschien op het tweede eiland dat hij mij achtervolgt. Ja, hij komt af en toe zijn kop een keer boven steken om naar mij te zien. Oh ja. Zolang als ze mij niet aanvalt, is het geen probleem zeker. Ik weet dat je sloep daar binnenin kunt parkeren, dus dat ga ik ook doen. Allee, dat meen je niet. Oh, zoek je een keer een ander vriendje om mee te spelen. Niet boten genoeg, hè. Kom aan, zeg. Oh, nee. Ze zijn nu gewoon aan het keren mijn richting uit. Ah, potverdorie. Oh. Schot ik wel echt.
Maar misschien met dat ze de Megalodon gezien hebben, blijven ze weg. Nog een chance. Ah, misschien is dat mijn vriendje wel. Misschien beschermt hij mij. Cool. Ja, blijf maar weg jongens. Ik heb een Megalodon. Huh. Kom maar al. Ik krijg de Megalodon op u. Hè. Stuur ik mijn jongen op u af. En ben hier. Ah, ze wijken af. Ik denk dat ze de Megalodon gezien hebben bij mij. Het zou misschien wel kunnen dat hij de kleinere schepen beschermt tegen de grotere schepen. Ja, ga naar hun, ga naar hun. Vals aan, jong. Kom. Kom, jongen. Vals aan. Oké, dan strak voordat we daar binnenin parkeren, zodat niemand ons ziet. Maar allee, we zien hier weer. Kun je niet aanvallen? Kijk, daar is nog een schip. Zelf heb ik er nog doen al. Ja, ik ga wel binnenin sowieso moeten parkeren, want anders kan de Megalodon mijn schip aanvallen als ik niet in de buurt ben. En daar heb ik geen zin in. Oké, we hebben het zeil bijna naar boven gedaan, zodat we hier perfect kunnen binnenin varen. Kan de Megalodon en dat vijandig schip ons ook niet volgen. Want dan kan hij niet binnenvaren, denk ik. Hoop ik. Maar dit eiland is wel interessant. Je kunt hier eigenlijk binnenin varen. Hier is redelijk wat te doen. Waar je kunt opklimmen, ingaan, in grotten, in hutten, in wrakschepen. Dus hier ga ik wel even moeten zoeken, denk ik. Maar ik vermoed dat dat waarschijnlijk ergens van boven gaat zijn. Moest ik de developer zijn, ik zou dat daar van boven ergens op zetten. Maar dat kei moeilijk bereikbaar is. Dus zullen we daar eens starten. Maar ondertussen wel goed uitzien. Oké. Okay. Oké, okay, kunnen we daar vanaf hierop? Goeie vraag eigenlijk. Ik denk niet dat dat hoog genoeg gaat zijn. Het is wel cool dat je hier binnen in die grot kunt parkeren. Nee. Oké, okay, dan gaan we de rest moeten opklimmen ergens. Ik denk dat ik via daar naar omhoog kan. Gaan we eens proberen. Hè. Ik heb wel een keer in het rond kijken. Misschien ligt het hier gewoon ergens in de buurt. Ik denk dat ik via deze afgebroken mast wel naar boven kan. Zo. Denk ik. Ja, dat lukt nog ook. Oké, ik kom al wat dichter in de buurt naar waar ik denk dat het gaat zijn. Is nog een ladder. Oké, nog wat ladders vermoed ik, ja. En nu? Daar is het. Is het niet hier? Nee. Ik ga proberen naar wegske... Ha! Ben je dat nu? Er ligt gewoon een half ingegraven kist. Precies of dat iemand die heeft willen opgraven, zag dat het een Seafarers was en daar gewoon de rest heeft laten steken. Kan hè? Oké, okay, dus ik vermoed dat het hier op die plank ergens gaat liggen. De enige vraag is, kan ik daar vanaf hierbij? Eerst eens even bekijken, hè, dat ik daar effectief wel bij kan. Ja, er zijn meerdere lagen. Zou het hierop liggen?
Victoria, dat liet hij gewoon niet op. Waar zou het dan wel kunnen liggen? Hè? Oh, het is hier zo groot. Waar moet ik starten? Misschien de developers geweest zijn, ik had het hier gewoon opgelegd, maar ja. Zet ik daar maar, hè. Oké, we zullen een keer zien of dat in een grot ligt of zo, of een van die huizekes. Oké, we hebben hier bijna alles afgezocht. Er zijn nog een paar hoekjes dat ik hier nog wat moet onderzoeken. Gaan ze bovenkant, gaan ze daar beneden, alle kotteken heb ik al afgezocht. Ach, hier is nog een strand. Kunnen we daarover? Hier is niks meer, lijkt me. Dan gaan we terug verder naar daar. Oeh! Ah, het ligt gewoon hier. Eindelijk! Ga je zien, hè? This journal belongs to Wanda. Ja, dat wist ik eigenlijk al. Read a big idea. So we can't sell the cannon as it is. Maybe to a wealthy captain, but it's so unpredictable. And besides, it's just one payoff. I've had a big idea. I'm a weaponsmith. I can do more with the cannon. Unlock its properties. Make something new. Cursed cannonballs. The peak of my art and the way to make my fortune. Salty too, I suppose. If I can just manipulate the cursed iron, people will know that Wanda is the weaponsmith of Sea of Thieves. Wanda, I hate that name. Mood of cannon changes. Chaotic. Separate each property with mystic symbols. Tincture or antimony. Magnetism. Sync to it. No. Test 14. Success. 1 part cursed iron. 7 parts cursed. 7 parts black iron. 1 part red blood. Legible. Cannonball made ship drop anchor. Ooh. Dat is gevaarlijk. Testing has changed ship. Curse spreading. We keep sinking her. She keeps rising, repairing herself. Can I make more? I'm changing too. Cannonballs affecting me. Flesh falling away. Tried protective charm. No use. How can I buy time to keep working? Test 19. Failure. Damn this thing, the iron has a temper like flame heart. Need to test stronger, makes too dangerous, and let. Unless I get salty to do it. Ah, dat is misschien daarmee dat salty veranderd is in een papegaai. Dus zij, Wanda heeft dus eigenlijk salty gedwongen om te werken aan dat kanon, terwijl ze maar al te goed wist dat er iets mee mis was. Ja, je zou voor minder gecursed worden. Allee, ja, ik bedoel. Oké, dan zijn we weg en dan gaan we op weg naar het volgende eiland. Oké, hier gaan we heel gemakkelijk uit. Het is wel cool dat je hier kunt inparkeren. Dat heeft me eigenlijk wel wat tijd bespaard. Dus ondanks dat het wel een tijdje geduurd heeft dat ik het had gevonden. Oeh, het is er vlak op. Als zij van een van die skeletten aan het vuren waren. Ja, geen probleem. Nu moeten we richting het noorden gaan. Noordoosten eigenlijk eerder. Oké, dan gaan we niet naar de storm, dus goed. Oké, komen we terug in de buurt van het eiland. Sunken Grove ligt hier. We moeten nog tussen twee eilanden doorvaren en dan naar het noorden toe. De zeilen mogen al een beetje omhoog. Ik stel voor dat we aan dat strand even parkeren. Dan kunnen we van daaruit naar omhoog gaan. Oké, hier is een perfect strand voor naar omhoog te gaan. Ik weet dat daar zo'n Indiënberg, zo'n soort van vulkaan is, met een cirkel naar beneden gaat. Dus ik stel voor dat ik daar eens eerst ga kijken. Huh.
dit eiland ben ik al een paar keer geweest. Ik moet mijn ogen open houden deze keer. Oké. Oké, laten we het eiland maar verkennen, hè. Het zal hier ergens moeten zijn. Hoop ik, als ik het juiste eiland heb. Dat ook nog. Als ik een boek zou zijn, geschreven door Wanda, waar zou ik liggen op dit eiland? Ik zou anders beneden aan die waterval een keer kunnen gaan kijken. Lijkt me al een goed startpunt. Niet hier blijkbaar. Oké, dus hier beneden niet. Er is wel nog een grot ergens, hè. Goh ja, dan... Ah, hier is ze, verdorie. Ik zag er bijna over. This journal seems to belong to Wanda. Yes, derde gevonden. Nu was het wel wat makkelijker dan de vorige keer. Read blasted outposts. Curse the blasted outposts. The heads of the triad won't let us sell our cannonballs. I suspect it's the Order of the Souls doing. Too dangerous, they say. All my work for nothing. No, they will see what dangerous means. They will ignore me no longer. Their rules, their code mean nothing. Uh-oh, Dory. Ah! Skeletten. Dory, ik was dat wel aan het lezen, hè. Leef gelukkig nog. Oké, waar waren we? Oké, daar moeten we gelezen. Dat ook. Oké, back to the workshop to make one more batch, then it's war. Oké, commendation unlocked. Seeker of the cursed plans. Read no more Wanda. I return to Salty on Crescent Isle. No more flesh, no more mercy, no more Wanda. Got cannonballs, got cursed ships, got crews, got fury, just like Flameheart, I hear them call. I'm Captain Warsmith, I will bring the outposts low, I will call the cowards out. That sets sail tonight, hail Flameheart. Okay. Dus, Wanda is dus de skeletonkapitein geworden. Dus zij valt de outposts blijkbaar aan. Dat hebben we hier nu eigenlijk kunnen uit afleiden. We moeten helemaal nu teruggaan naar Salty. En ik weet nog niet waarom, maar zullen we dan wel direct wel zien. Vermoedelijk zal hij nog wat extra uitleg hebben. Want zijn geheugen was ook niet meer zo goed, als ik mij niet vergis. Helemaal terug naar daar. Ik weet dat de parrot hier was. Oké. Okay. Helemaal naar het westen dus, hè. Oké, okay, we zijn wel wat wijzer geworden. Nu weten we tenminste waarom die skelettenpiraat ontstaan is. Waarom dat die oorlog wilt voeren met de rest van Sea of Thieves. Het heeft een tijdje geduurd tegen dat we alle journals hebben gevonden. Maar we zijn er uiteindelijk wel geraakt. Nu, ik stel voor dat we helemaal terug gaan naar daar. En zien of dat we dat vooral kunnen afmaken. Oké, we zijn hier terug op Crescent Island. Terug bij die papegaai. Ik hoop wel dat je nu wel iets te zeggen hebt, hè, want we hebben gans die map afgereisd voor eigenlijk hier terug neer te komen. Salty, kom hè. Chap, chap. Salty, this is what happened to you. Yes, it's coming back. It was a man, a handsome man. I found that accused cannon helped Wanda raise it from the depths. What fools we were to think we could work with such a dark thing. I bet it was cursed even before Flameheart got his fingers bones on it. En ik krijg weer even skeletten. Dus... Kom. En blijf dood.
What? Opnieuw. And you say she used me to bear the brunt of the curse, that shimmering little shopkeeper. My head hurts. Leave me to my accursed fate. If you want the last pieces of the puzzle, our workshop hidden on Wanderer's Refuge. Okay, Wanderer's Refuge. Gedit seemed an amusing place to choose at the time. Squawk. Okay, dus de volgende taak dat we moeten doen is een soort van hideout vinden. Dus licht aandoen. En Wanderer's Refuge. Wanderers. Oh, dat is hier niet ver af. Oh, ideaal. Oh, dat is wel een redelijk groot eiland weer al. Ik vermoed ergens in een grot. Dus het zal ofwel hier zijn, oftewel hier ergens. Toen we gewoon even naar het hoofdeiland gaan. En dan kunnen we het wel uiteindelijk terugvinden, denk ik. Oké, okay, we staan hier schoon geparkeerd op het strand. Nu gaan we... Ja, de alchemistenlab moeten we vinden, hè. De vraag is alleen waar. Of moet dat toch ergens in een grot moeten zijn, hoor. Het is toch wel een grot, maar een beetje te groot. Er is een zijgang, nee. Dus, maar ik heb wel een kist gevonden. Die neem ik gewoon mee. Ah, jij was hier juist op mij aan het schieten. Oh. Amai. Ah, niet slecht. We kunnen het eerst verslagen, hè? Bananen etende skeletten, freak. Nee, ik dacht het niet. Ja. Wacht eens even. Oh nee, ik was hier juist gewoon voorbij gelopen. Zie. Laten we gewoon eens zien, hè. Het ziet er hier wel wat uit als een alchemistenlab. Het ziet er hier heel goed uit als een alchemistenlab. En nu? Oké, dan ga ik toch iets moeten vinden waarschijnlijk. Inspect evil pirate code. New pirate code. 1. Surrender the outpost. 2. Bow the Captain Warsmith. 3. All hail Flameheart. Oké. Inspect tools. These tools are well worn, probably Wanda's prized possessions. Oké. Okay. Ik ben wel blij dat we het gevonden hebben, ze. Inspect cannon base. The base of a cannon. The cannon itself is gone. It's truly from Flameheart's ship? Question mark. Is that inspect scroll? The scroll has arcane writings relating to alchemy and handling cursed items. It's impossible to follow. Okay, dus wij kunnen hier niet gebruik van maken dan. Dat we niet weten hoe dat werkt. Dat is minder. Inspect apron. This looks like it once belonged to Salty. He doesn't need it now. Nee, dat klopt. Dat is de papagaai geworden. Hey! Seeker of the Warsmith. Commendation unlocked. Super. En nu? Ah, return to Sharon on Golden Sands Outpost. Alles ook niet zo ver, hè? Ooh, a new title has been added to your vanity chest. Oh, okay. Kijk, ik begin echt wel dichterbij te geraken, hè. Ik ben heel tevreden. Het heeft al een moeilijke reis geweest. Ik heb een aantal zaken heel moeilijk kunnen vinden deze keer. Maar het is me uiteindelijk toch gelukt. Een paar uurtjes aan gespendeerd. Maar het is op zich nog goed te doen. Oké. Dus de Golden Sands Outpost. Even het licht aandoen. We zien op zich niet zo ver af, hè. Alles hier terug, hè. Huh, daar kwam ik van. Oké.
Dat is niet zo ver af en dat is zelf. Het is gewoon die richting uit. Oké, okay, super. Dan gaan we die richting uit, hè. Oké, okay, we naderen Golden Sands Outpost. We zullen zien of we daar iets kunnen vinden. Bij die mevrouw. Dat daar dat gerief verkoopt. Oké, okay, hier is die mevrouw terug. Hallo Sharon. Need anything? This is what happened to Wanda. She did what? So she turned this old cannon into cursed cannonballs, hoping to make her fortune as a weaponsmith. And got herself salty and another ship cursed, and now she's recruiting more skeletons and ships to wage her little war. Calling herself Captain Warsmith, clearly, she's lost her marbles along the way. It's truly a shame, but now we know who we were fighting and why. Please take these sails and defend the shores of plenty. Do us proud. Oh, I krijg sails of her. If you're more of an ancient isles person, tell Sue at Plunder Outpost about this. If the wilds are more your thing and some reason, talk to Sandra at Daggertooth. And good luck out there, my friend. What? Did you say something? Okay, super. Cursed sails complete. Perfect. En ik krijg ineens 3 sails ook. Shores of Plenty sails received. Okay, super. Okay, dan gaan we dat direct in een keer eens bekijken, hè. Ik had nog geen sails, dus dat komt heel goed uit. Ik krijg ineens 3. Hoewel die 2 anderen nog gaan ophalen. En ja hoor, ga even het zeil eens naar beneden doen, zodat we dat beter kunnen bekijken. Oké, okay, laten we eens even zien. Oh, dat is eigenlijk wel nog eens schoon. Shores of Plenty. We hebben een heel mooi zeil kunnen verkrijgen. We hebben uiteindelijk te weten gekomen hoe dat de skeleton ships uiteindelijk ontstaan zijn. Het komt door Wanda, de zuster van Wanda, die dat eigenlijk zichzelf heeft omgetoverd tot een cursed captain. Captain Warsmith. Dus daar gaan we in de toekomst nog moeten tegen vechten. Hoe moeilijk dat gaat worden, dat zullen we dan in een van de volgende afleveringen wel zien. Wel blij dat ik dit zeil al heb kunnen ontvangen. Ik ga die 2 andere zeilen ook nog gaan opvragen in die 2 andere outposts, maar dat ga ik eventjes later wel nog doen. Ik ben wel heel blij dat we uiteindelijk deze verhaallijn hebben kunnen vervolledigen. Vond je deze video leuk? Vergeet niet die like-button een smash te geven. En wil je meer zien over Sea of Thieves of andere video's op dit kanaal? Vergeet niet je zeker en vast te abonneren. En ik zie jullie in een van de volgende video's. The Crest, signing off.